Goedemorgen, mijn naam is Niels. Ik ben een Duitse vrijwilliger van de redemptoristische organisatie Redemptorist Volunteer Ministries, of kort RWM. En ik doe op dit moment 1 jaar vrijwilligerswerk in België. En vandaag zou ik jullie graag meenemen door mijn dag hier aan de Clemenspoort. Clemens wat? De Clemenspoort. Dat redemptoristische project is een plek van ontmoeting en inspiratie. Waar mensen met LK in contact kunnen komen en samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om het geloof vorm te geven. Je kan het vinden in de mooie stad Gent. Da ist nun der Clemenspoort. Ich rate Juli later noch in Rundlehrdenkreven, aber erst ran wir nach der Ochtenviering. Nu begint mijn dag in de Clemenspoort en het eerste wat ik altijd doe is naar ons bureau gaan. Dat is waar alle bureaus zijn van de weinige vaste medewerkers. En hier is Lexplek 3. En dat is de plek waar ik werk en Ilse ook. Dag Ilse. Dag Niels. Hoe gaat het met je? Goed en met jou. Ook goed, dank je. Hier werk ik. Daar blijkbaar Ilse. En Dominik is er niet vandaag. Ilse, kan je je even voorstellen? Dag. Ik ben Ilse. Ik werk hier nu ondertussen 3 jaar. En ik ben eigenlijk zaalcoördinator. Dat betekent dat alle groepen die hier naartoe komen, dat die met mij contact hebben om de praktische zaken af te spreken. En daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. We zijn met een groep van 3. Pater Yves, Walter van Wouwen en ikzelf. En wij 3 zorgen dat de zaken hier een beetje lopen zoals het hoort. Oké, dankjewel. En zou je ons ook even een korte rondleiding kunnen geven? Ja, heel graag. Het gebouw, de zalen tonen, ja. En uitleg geven wat er nu nog allemaal gebeurt. Oké, vertel ik eventjes. Wat je gaat zien is een niet normale situatie. Uiteraard COVID, maar dat is bij iedereen zo. Normaal gezien loopt hier heel veel volk rond. Elke dag lopen hier groepen, mensen die cursussen geven. Vrijwilligers zijn normaal gezien hier. En dat zijn er toch een heel mooi pakje. Elke dag een vrijwilliger of 6 in groepjes zo. Groepjes van 2. In shifts noemt dat dan bij ons. En wat hier ook heel veel is, zijn mensen die hier cursussen geven, maar mensen die hier vergaderingen geven. Ook lezingen die hier doorgaan. En die verspreiden zich over onze verschillende zalen. En een van die zalen is bijvoorbeeld onze Neumannzaal. Dat is onze grootste zaal. Op dit moment staat die zaal eigenlijk niet zoals ze hoort te staan. Normaal gezien kunnen de mensen kiezen tussen in rijen zitten met stoelen of tafels om lessen te geven. Er is een flipchart, er is een beamer enzovoort. En de vrijwilligers die zijn hier dan om die mensen te helpen. Om koffie te schenken aan die mensen, om ervoor te zorgen dat die beamer werkt. Om ervoor te zorgen dat papier wordt aangevuld, dat de stiften er zijn, dat er water is, dat alle zaken helemaal vlot kunnen verlopen. Dit is onze grootste zaal, onze Neumannzaal. En zo hebben we er 5. Dit is de grootste, dan hebben we iets kleinere, dat is de Celoszaal. Die zalen hebben ook allemaal de naam van een redemptorist, uiteraard. En dan kiezen de mensen de zaal uit die zij nodig hebben voor de grootte van hun groep. Komen we hier in onze Sarnelli
ruimte. Het hele specifieke eraan is ons heel groot glasraam. Dat is een glasraam van 18 meter. Het is getekend door een pater redemptorist, pater Jan Haan. Het is niet door hem uitgevoerd, maar wel door hem getekend. En dit is eigenlijk de bibliotheek. Wat hier vaak gebeurt, is dat er een kleine groep ook komt om hier een of andere cursus te geven. Maar mensen kunnen hier ook komen zitten om een boek te lezen, om een gesprek te hebben over geloofsinhoudelijke zaken. En dat is hier zo'n groep van maximaal 10 mensen. Hier staan we in het onthaal. De mensen komen hier toe. Langs de voorkant komen zij zo hier binnen. En dit is voor mij een heel vreemd zicht. Want dit is zo leeg en dat zijn we helemaal niet gewoon. Mensen komen ook naar hier tijdens hun koffiepauze. De vrijwilligers staan dan hier om hen te helpen, om hen te vragen of ze iets willen drinken. Ook de gewone passant of iemand die hier komt wandelen in de buurt kan hier overdag een tasje koffie komen drinken of met iemand een balletje komen doen of een krant lezen. En dat is nu ondertussen al anderhalf jaar niet waar. En we kijken er geweldig naar uit dat dat terug goed komt. Dan gaan we nu naar onze parel. Parel is onze grootste ruimte, is onze vieringsruimte ook. Dus als er eucharistievieringen doorgaan, dan gebeurt dat hier. Maar deze zaal wordt even goed gebruikt voor grote groepen die een lezing willen geven of een boekvoorstelling. Of zelfs culturele activiteiten kunnen hier ook doorgaan. Ook nu weer staat dat helemaal leeg, omdat er niet veel mensen bij elkaar mogen komen. Maar in normale omstandigheden kunnen hier zo 120 tot 150 mensen samenkomen om te vieren, om te bidden, evengoed om naar culturele activiteiten te luisteren. Ook hier is alles voorzien van de meest mogelijke technologieën. Er is een beamer, de geluidsinstallatie enzovoort. Dankjewel, Elze. Dat is heel graag gedaan. Dus, wat doe ik eigenlijk hier of wat precies zijn mijn taken? Gelukkig kunnen er nog enkele zaken online gebeuren in de vorm van livestreams of Zoom-meetings. Bij de livestreams heb ik mee vooral met techniek, het opzetten van het geluid, de camera's en ook de uitvoering uiteraard. Maar vooral houd ik me bezig met ons digitale communicatie op ons social media kanalen van YouTube, Facebook en Instagram. Daar kan je ons ook gemakkelijk terugvinden onder de naam Clemensport en kan je ook ons volgen. En ja, daarvoor creëer ik digitale inhoud zoals korte filmpjes, foto's en uitnodigingen. En als er projecten zijn, heb ik daar uiteraard ook mee. Maar vandaag ga ik iets anders doen. We zijn momenteel bezig met het opzetten van een online webshop met boeken uit ons boekenpunt. En daarvoor ga ik de omslagen fotograferen en ook bewerken. Elke dag komen we om 10:30 samen voor een koffie of thee in ons vergaderingsruimte. Vaak is dat ook het moment om snel wat zaken te regelen, bijvoorbeeld welke liederen we gaan zingen tijdens de Sonntagsviering. En nu we allemaal de foto's hebben gemaakt, is het tijd om te bewerken. Oké, het is nu bijna tijd voor het middageten. En daarvoor gaan we nu hiernaast naar het Clemenshuis. Dat is een woonhuis waar de twee paters, Yves en Andreas, wonen. En ik ook. En Andreas is zo vriendelijk en kookt elke middag middageten voor ons. En daar gaan we nu naartoe.
Dus Else, wat gaan we nu doen? Wij gaan nu de pakjes wegbrengen naar de deelnemers van Alpha. Omdat het vanavond de laatste Alpha-bijeenkomst is. En dan krijgen ze allemaal een cadeautje. Wij zijn nu weer terug en in de namiddag neem ik ook soms de tijd om naar het centrum te fietsen. Gewoon om daar naar winkels te gaan of om vrienden te ontmoeten. En dat is precies wat ik nu ga doen, want het weer is ondertussen echt mooi buiten en ik hoop we gaan ervan genieten. Voordat ik naar Gent kwam, had ik nooit van de stad gehoord en ik moet zeggen dat ik echt iets gemist heb. Ik bedoel, kijk eens hoe mooi en indrukwekkend het hier is. Dat was een leuk uitstapje, maar nu red ik terug naar de Clemenspoort, want om 18 uur hebben we elke avond een avondgebed en daarna gaan we samen avondeten. Ik ga nu terug naar mijn bureau, omdat onze Alpha Online-Kurse straks gaat beginnen. Helaas niet persoonlijk, alleen maar via Zoom, maar het is toch verändert, der Kursus auf diese Manier kann Platz finden. Ich begleite unsere internationale Alpha-Kursus, die in Englisch ist, aber inhaltlich ist er gleich der Niederlandstalige. Wij ontmoeten elkaar één keer per week, 's avonds op Zoom, kijken naar een impulsfilm over een onderwerp uit het christelijk geloof en praten er dan gewoon over. Ik vind het heel boeiend om met anderen gedachten te kunnen wisselen en ook op een verschillende manier met het geloof om te gaan. Bye. Goed, dat was het nu ook voor vandaag. Ik ga nu nog naar mijn appartement en ga misschien iets lezen of naar de tv kijken. Gewoon een beetje ontspannen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn kleine inzicht in mijn werk. En hopelijk tot ziens hier aan de Clemenspoort.